dan hebben we wel een vervolgmelding. Olielek. Nou, ik zit niet vast. Ja, dat zijn wel explosies. Zo, we zijn terug op de kazerne. Gisteren hebben jullie kunnen kijken naar deel 1 van deze hele drukke dienst. Of tot nu toe is het een drukke dienst. Ik weet niet of dit nu heel rustig gaat zijn. In ieder geval deel 1 dus. Even die radio uitzien te krijgen, want anders krijg ik copyright. Dan gaan we gewoon lekker buiten staan. Ja, deel 1, ik weet niet meer hoeveel meldingen. In ieder geval druk tot 11 uur 's avonds. We hebben nog tot 7 uur morgen vroeg, dus we gaan kijken wat het ons gaat brengen. We zijn in ieder geval toegekomen nu om terug te komen op de kazerne, want dat was eerst niet het geval. We hadden eerst gewoon, zijn we de hele dienst bezig geweest van A naar B te rijden met alleen maar verschillende meldingen. Maar ja, we gaan nu kijken wat het ons verder gaat brengen. Nog steeds de TS en onze crew van 4 personen. En er ging wel een alarm af, maar dat was niks. Dus we wachten en jullie zien het zo meteen als we weer een melding krijgen. Of nu meteen. Attention all units. Citizens reporting a fire on 8 Milton Parkway. Een beetje anders. Toen was het hier, nu zou het hier zijn. Dus dan, we kunnen geen melding weigeren. Dus we gaan er gewoon heen. Tenzij dat onze melding is. 10-4. Blauw gedaan. Collega, kom je ook? Nee, wacht. Oh, oh. Ja, wat gaan we doen? Ja, wat wil je? Even buiten staan, ik zie alleen niks. Vol. Oké, vol, uitgerukt. We hebben geen nachtsirene, dus we zetten geen sirene aan, alleen als het echt nodig is. Maar het verkeer, ik denk dat het wel opvalt, zoveel blauw. Oh, daar heb ik klik. Oh, bijna te plaatsen. Ah ja. Oké, er komt er ook uit de... nou oké. Moet hier in ieder geval naar binnen. Goed. Carrieren, iedereen ademlucht om. Pak ook mijn ademlucht. Masker op en zaklamp aan. Goed, naar onder. We gaan kijken. We schalen nu nog niet op. Mocht het nodig zijn, zet iemand de pomp even aan. Oké, die doet het mooi. Geen rookontwikkeling hier te zien. Hier wel rookontwikkeling. Ja, oké. Verkooppunt van kaartjes lijkt in brand te hebben gestaan. Of staat in brand, moeten we beter zeggen. Het is wel een beetje gaan uitbreiden op het perron.
Ja, het lijkt voor zover brandmeester C. Brandmeester is bevestigd. Nou, ik vroeg of iemand de pomp kon aandoen. Dat hebben ze met z'n drieën gedaan, want ik sta er alleen voor. Alle metro. Nou goed. Metro's rijden alweer, dus wij met vervolg. Call. Roger that. Masker kan af, zaklamp kan uit. Dat zijn meldingen die niet gaan aannemen. Kijk, in Amerika heb je de brandweer die meerijdt met een ambulance na elke IMS call-out, dus emergency, weet ik veel wat, ambulance melding. Maar dat is niet nodig, want ja, hier hebben we gewoon altijd wel een ambulance die, genoeg ambulance die klaar staat. Ik geloof dat Amerika dus alles in één keer, of alles meteen uitrukt, TS om het zo maar even te noemen, engine. En ambu zelf, maar goed, dat gaan wij dus niet doen. Attention all units. Dan hebben we wel een vervolgmelding. Olielek. Ook weer prio 1. Copy that. Moving right now. 10-4. Nou, meteen door prio 1. Het is gewoon een hele drukke dag. Gemiddeld voor Rotterdam is dit normaal, geloof ik. Maar we zijn nu uitgerukt voor een olielek. Waarschijnlijk bij een voertuig. Tankstation op die locatie geloof ik. Dus we moeten even kijken of het niet een lek is bij het tankstation. En tot het dan, of het dan wel om olie gaat. Of dat het iets anders is. Het is hier. Wielen zetten we weer helemaal naar rechts. Blijven ook zo staan. Het verkeer stoppen we hier even. Tot wij een veilige werkomgeving hebben. Eens kijken. Hallo mevrouw. Ik zie geen lek. Ik zie wel rook. Of sorry meneer. Ik zeg mevrouw. Ik dacht echt dat er een mevrouw stond. Oké. Ik laat even het. Weet het. Jullie mogen wel even uitstappen hoor. Dan heb ik wat. Even wat verlichting geven. Kunnen we tenminste zien waarmee we werken. Of waaraan we werken. Zo, een verlichting staat. En dan gaan we eens kijken. Toolbox moeten we hebben. Dus nogmaals, even een sit-trap voor het AC. AC lijkt geen lek van iets, het lijkt meer een defect aan de motor. Maar we gaan gewoon eens kijken. En dan hoort hij het van ons. Moet hier gaan staan. We pleuren het. Hoppakee. Kijk het aan, pik. Alsjeblieft. 5 euro. Nee, goed. Hey, even kijken. Melding opgelost. Het is geen voertuigbrand, geen olielek. Het was... even kijken. R ingedrukt houden. Zo, alles is weg weer van het licht. Wij gaan de melding afronden. Meneer kan zijn weg vervolgens. Goed is. Het lijkt wel of we de ANWB zijn. En wij gaan retour naar de kazerne. Maar eerst doen we...
Dit weer vrijgeven. Blauw gaat uit. Die gaat weg. Meneer heeft zijn weg vervolgd. En dat gaan wij ook doen. We zijn weer terug op de kazerne met z'n allen. Het is 2 uur in de nacht. Daar staat een TS vast. Zal mij wat boeien. En wij zijn klaar om de volgende melding te ontvangen. En die krijgen we nu ook. Attention all units. Citizens report a possible fire on... Ja, die is... Ja. Low power street. Units respond code 3. Ik ga hem proberen, maar ik denk... Copy dispatch. Dat hij crasht. Ik durf hem niet zo goed aan te nemen, maar ik ga het wel doen. Oké, er is al een brandweer ter plaatse. Fire truck arrived on scene. Nog een brandweer ter plaatse. Het is 2 uur in de nacht, ik zie geen nood om sirenes aan te zetten. Zoals je ziet, redelijk rustig. En deze, dit blauwe zwaarlicht, dat, ja, dat zie je wel. Je ziet hier overal wel iets flikkeren en knipperen, dus dat zien mensen in hun spiegels denk ik ook wel. Of die uit de links bijvoorbeeld. En die uit de rechts, die ziet mij echt wel aankomen. En zo niet, dan heb ik mijn voet bij de rem klaarstaan. Oftewel mijn linkervinger bij de rem. Ja, moeilijk te zien. Ik denk dat... onder is. Ja, het is onder. Nogmaals. Je gaat wat Amerikaanse auto's zien. Zoals je ziet hier. Dat is normaal. Ik heb alleen deze TS erin staan. Maar je hebt ook nog... je hebt wel meer, namelijk. Oh, ik zit vast. En nu niet meer. Ik krijg wel epilepsie van. Dus ik ga in ieder geval blauw uitzetten. Dan is het al wat minder. Nou, we gaan eens kijken. Zou hier onder brand zijn? Oh ja, er komt wel zwarte rook. Oh ja. Kijk eens aan. Oh ja, oké. Okay. Heren, wij gaan naar beneden. En dat gaan wij doen via de snelweg. En die... dan moeten we hier zien te rijden. En dat is best omrijden. Dus we gaan niet daar rijden. Maar we gaan wel... Iedereen mag trouwens al ademlucht omdoen. Oké, collega's van de Amerikaanse brandweer. Wij gaan naar beneden. We zullen de aanval doen. Follow me, jullie mogen mee naar binnen. We gaan weer, zoals toen straks hadden we namelijk ook een melding daar, die was loos. Maar nu gaan we weer even snel hier de snelweg om vervolgens heel snel te kunnen draaien. Die gaat niet open. Maar zo. Hier gaan we alvast tegen het verkeer in. Dit gaat goed. Dit is absoluut niet veilig, maar er komt ja, nu wel een auto. Nee. En dan kunnen we hier zo naar binnen. Zo. Oh, daar ontploft iets en ik zit geloof ik vast. Nee, ik zit niet vast. Ja, dat zijn wel explosies. Dus heren, opletten, explosiegevaar. Ik ga hier blijven staan. Oké, ik ga ademlucht om doen. Jullie hebben blijkbaar geen ademlucht om. Ah, sommigen. Maar wat
Ontploft er? Dat is de vraag van vandaag. Hierboven keken we dus net, daar zo. Kunnen jullie naar onder? Gaan we zo meteen even kijken, wat ligt hier? Hier nog iets. Het is best wel een grote brand. Ik ga opschalen middelbrand. Nou ja, dat vind ik trouwens niet nodig, want we zijn al met 3 TS'en. En ik denk dat hun al hadden opgeschaald dat wij waren opgeroepen voor de middelbrand. Oké, en we kunnen nog omhoog, zie ik. We gaan zo alles hier even goed verkennen. Maar ik denk dat dit wel de laatste melding voor vandaag is. Hier ben je een tijdje mee bezig. En de tijd in GTA gaat natuurlijk sneller dan andere zonder branden. Dan in de echte wereld gaat de tijd in GTA sneller. Moet je dit nog uit gaan? Oh, ik zie er nog iets. Overal brandt het wel. Maar dit zijn zijn dingen. Krijg je moeilijk uit. Dit wilt niet uit. Zal ik het zo zeggen. Kijken we zo meteen maar naar. Daarboven nog iets. We moeten zorgen dat we ook niet omlaag kukkelen. Hier omlaag? Nee, dat gaan we niet doen. Goed, wij gaan eens naar beneden. En ik ga jullie vragen om maar gewoon met de brandblusser aan de slag te gaan. Dan ga ik naar beneden. Dat daar en dit hier is nog het enige wat brandt. Mijn collega's zijn daarmee bezig. Ik ga hier nog eens kijken. Hier ziet het goed uit. Daar echt nog steeds. Dat is uit en dat is zo te zien ook uit. Goed, HC brandmeester waren we eigenlijk al, want dat kon niet heel fout meer gaan. Wij zijn weer inzetbaar. 10-4, copy that. Thanks. Ik wil even bij gaan vullen. Kom maar heren.
Oh, dat is 7 uur. Wat ik al zei, laatste melding voor de dag. Tenzij er nog een melding komt. Wij gaan in ieder geval naar de kazerne rijden. Ja, en dan is het wel of niet. Je bent altijd inzetbaar. De nieuwe ploeg staat klaar. Wat zullen we dus zeggen? De B-ploeg staat al klaar. Staat al te wachten. Au, dat is een krasje. Dat heeft niemand gezien. Maar ja, de A-ploeg. Wij dus moeten wel terug zijn voordat de B-ploeg deze TS kan pakken. En wij zijn dus nog gewoon inzetbaar. Mocht er wel brand zijn en mochten we wel echt nodig zijn. Even voor de veiligheid laten merken dat we hieruit zijn. Maar deze TS trekt snel op. Dus zo, en terug op de kazerne. En dan is het toch echt voor ons gedaan. De B-ploeg staat binnen al klaar. En buiten en overal. En wij zetten hem hier neer. En dan dragen we het meteen over. Ik iedereen bedanken voor het kijken naar deze twee video's eigenlijk. Van in totaal 24 uur bij de brandweer. Super drukke dienst. En ja, tot over 2 dagen zoals altijd bij een nieuwe video. Voor de rest heb ik niks meer toe te voegen. Tot dan.